Goedendag. U kijkt naar de hier van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we een paar wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. De wolken lossen in de loop van de ochtend op en dus hebben we flinke zonnige perioden. Daarbij blijft het vanochtend droog. Neemt de wind geleidelijk in kracht toe naar matig uit het zuidoosten, windkracht 3 tot 4. En de temperatuur loopt rap op. Halverwege de ochtend is het op veel plaatsen al meer dan 20 graden en in de loop van de middag wordt het zo'n 26 tot 29 graden, lokaal 30 in het zuiden. Aan het einde van de middag, waarschijnlijk rond een uur of vijf, bereiken de eerste onweersbuien het zuidwesten van Nederland en in de avonduren breiden die zich over het rest van het land uit. Groningen houdt het tot ongeveer 11 uur vanavond droog. Temperatuur gaat tijdens de buien uiteraard weer naar beneden. Het kunnen heftige buien zijn trouwens met hagel en windstoten. Morgen nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en bij geregeld het dan veel minder warm, zo'n 21 tot 24 graden. Maar geniet ervan morgen, want de dagen daarna gaat het kwik weer flink omhoog. Vrijdag wordt het al op sommige plaatsen 27 graden, zaterdag 30 en zondag kan het op veel plaatsen meer dan 30 graden worden. Daarbij blijft het drie dagen droog, zijn een flinke zonnige periode en slechts een paar wolken. Na zondag wordt het iets minder heet. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.